Een 27-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden nadat hij is neergestoken in het Museumpark in Rotterdam. De hulpdiensten troffen in de Jonkinstraat in Rotterdam 3 slachtoffers aan na een melding van een steekpartij. Ter plekke bleken 2 personen ernstig gewond te zijn geraakt. De 27-jarige man was er zo slecht aan toe dat hij ter plaatse overleed. Een andere man, een 40-jarige Rotterdammer, werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Een 38-jarige man raakte lichtgewond en is net als de 40-jarige Rotterdammer aangehouden als verdachte. De politie vermoedt dat een ruzie aan het steekincident vooraf is gegaan. Er wordt op dit moment geen onderzoek gedaan naar andere verdachten. Mocht u getuige zijn geweest...